Er moet kritischer gekeken worden naar de geschiedenis van de transatlantische slavernij. Deze geschiedenis is op verschillende manieren herschreven en vertekend, wat nog steeds doorwerkt in het heden. Woorden van Miguel Heilbron, de zoon van de auteur van het boek De Toekomst van het Verleden. In het boek, geschreven door Waldo Heilbron, wordt de nadruk gelegd op het op een andere manier kijken naar de slavernijgeschiedenis en de doorwerking daarvan. Heilbron zegt dat het boek handelt over verschillende vraagstukken met betrekking tot het slavernijverleden, zoals de mentale kwesties en racisme. Het materieel erfgoed, dus bijvoorbeeld gebouwen en objecten en documenten en monumenten, en het immaterieel erfgoed, bijvoorbeeld tradities en kunstvormen en meer, wat van generatie op generatie is doorgegeven. Maar ook wordt in het boek besproken mentaal erfgoed. En daarbij wordt racisme vandaag besproken als een stuk mentaal erfgoed van het slavernijverleden van toen. Nou, verder gaat het boek in op het omgaan met bronnen rondom het slavernijverleden en hoe daar allemaal stappen van vertekening in zitten. Hoe het aan ons is overgeleverd. En hoe we op nieuwe manieren onderzoek kunnen doen. Bijvoorbeeld via documenten van rechtszaken uit de koloniale tijd, via orale bronnen, dus wat van generatie op generatie is doorverteld. En daarnaast gaat het ook over taal. Bijvoorbeeld niet spreken over slaven, maar over tot slaaf gemaakte mensen. En wat het betekent als je spreekt over een gouden eeuw, et cetera, et cetera. Dit initiatief heeft geleid tot een verandering in het onderwijscurriculum op alle scholen in Nederland, zegt Heilbron. Om steeds beter de bewustwording en verandering over de correcte geschiedenis van het slavernijverleden permanent te maken, moeten er op continue basis initiatieven worden ondernomen en projecten worden uitgevoerd, meent Heilbron. Staan wij met de zoektocht naar het verschwegen slavernijverleden aan de vooravond van een nieuw paradigma? Zal met het zoeken naar de waarheid van geschiedsverhaal en cultureel erfgoed, door het stellen van vragen en formuleren van antwoorden via andere wegen dan de tot nu toe gebruikelijke, afstand genomen worden van de visies waarin traditionele benaderingswijzen mensen gevangen hielden? Dit werk en de andersoortige antwoorden die dan opkomen, zullen het slavernijverleden een nieuwe toekomst geven. Het boek is nu officieel deel van de collectie van de Adeccus Bibliotheek.